Hey jongens, het is tijd voor een Q&A, oftewel een vraag en antwoord. Want het leek me weer eens leuk om zo'n video op te nemen. Dan kan ik jullie toch wat meer vertellen over wat er op dit moment gaande is en dat soort dingen. En vind ik ook wel gewoon gezellig. Ik heb daarom via Instagram laatst zo'n vraagsticker gedaan via Instagram Stories. En die konden jullie invullen. En dat hebben jullie gedaan. Dus die vragen die ga ik beantwoorden in deze video. En dan begin ik nu gewoon meteen met de eerste. En dat is de vraag, waar zijn jullie momenteel druk mee bezig? Een hele open vraag. Laatste tijd heb ik vooral veel gefocust op Instagram en op onze webshop. We zijn eigenlijk voornamelijk met de webshop heel erg druk bezig. We hebben wat nieuwe dingen toegevoegd aan de shop. Waaronder dus mondkapjes. Voor degenen die het niet weten. Larissa en ik hebben dus vorig jaar zijn een webshopje begonnen met allemaal producten. Die we bijvoorbeeld zelf maken. Zoals dus mondkapjes van batikstof. Een batikstof is een Indonesische stof, een hele mooie print. En je moet natuurlijk mondkapjes dragen in het OV. Dus er was heel veel vraag aan ons of wij die mondkapjes konden gaan verzorgen. Dus dat hebben we gedaan samen met onze moeder. En dat vonden we echt ontzettend leuk om te doen. Gewoon echt lekker met je handen bezig zijn. Het helemaal over nadenken hoe je dat gaat doen. En dat loopt wel echt heel erg goed. Dus dat is gewoon heel leuk om te zien. Daarnaast vind ik het heel erg leuk om op Insta Stories wat bij te houden. Af en toe wat foto's te plaatsen. En als ik heel eerlijk ben, ben ik daar ook niet heel erg consistent. En ben ik soms ook wel echt dagenlang stil. Omdat ik er gewoon weg en de tijd niet voor kan vinden. En dat is ook meteen een beetje het ding, denk ik, de laatste tijd. En ik ga straks meteen over in de volgende vraag. En dat is namelijk, waarom uploaden jullie niet meer elke week? Het is gewoon heel erg belangrijk dat de dingen die we maken, dat het komt vanuit ons hart. Dat we er tijd voor hebben, dat we er zin in hebben, dat we er enthousiast over zijn. Dus ik heb wel gemerkt dat hier op YouTube dat het dus wat minder consistent is geworden. En dat heeft echt geen hele bewuste reden gehad. Echt puur omdat we de creativiteit niet hadden en de tijd niet hadden. Ik was ook wel een tijdje geleden best wel kwijtgeraakt waarom we nou eigenlijk doen wat we doen. En een Instagram direct message heeft me eigenlijk wel weer een beetje geholpen met het gevoel terugkrijgen of het weer herinneren. Dat klinkt een beetje vaag, maar we hadden een heel lief, heel kwetsbaar berichtje gekregen van iemand die ik niet ga voorlezen, want daar was hij gewoon te persoonlijk voor. Maar het kwam erop neer dat deze persoon had echt iets aan onze video's. En ze had het echt over video's van heel lang geleden toen we nog Kiddies Cupcakes heten. Toen dacht ik, ja, dat is waar we het voor doen. We maken video's omdat we eigenlijk een soort van digitale vriendin willen zijn. Dat als je een video kijkt, dat je op dat moment wat minder alleen bent. Dat je misschien je herkent in ons en dat een prettig gevoel geeft. Of dat we een glimlach op jullie gezicht toveren. Ja, dat kan natuurlijk alleen als wij video's maken die echt rechtstreeks vanuit ons hart komen. Ik vloog al even een beetje door de vraag heen, want die gaat meteen over in de volgende vraag. En dat is eigenlijk, hoe gaat het nu met jullie rondom deze hele periode, met jullie persoonlijk, met jullie op werk? Ja, eigenlijk gaat het best wel goed. Maar natuurlijk heb ik, denk ik, net zoals velen van jullie, heel veel ups en downs gevoeld. Ik zit op dit moment, en ik denk heel veel van ons, in een fase van acceptatie en gewoon, dit is wat het is. We gaan er het beste van maken, we gaan gewoon knallen. Het enige wat we kunnen doen is vooruitkijken en veel plezier hebben ook gewoon in het moment zelf. Het heeft namelijk weinig zin om te panieken, om je zorgen te maken. We hebben bij ons in de familie ook iemand die echt heel ziek is geworden door corona. Maakte voor ons wel dat ik dacht, oeh, het komt nu ineens heel dichtbij. En heb ik me heel veel zorgen om gemaakt. En ook op een gegeven moment heb ik daar een soort van het knopje moeten omzetten van nee, het heeft gewoon echt geen zin om elke dag wakker te worden en bang te zijn. Qua werkdingen is het natuurlijk best wel, zijn we dus een shift aan het maken. Het is voor ons gewoon nu handiger om ons te focussen op de webshop. En daarbij krijg ik ook gewoon superveel energie uit. Ja, en Instagram vinden we gewoon nog een heel leuk platform. Dus ik hoop dat jullie ons al volgen daar. Ik hoor ook graag van jullie hoe het met jullie gaat en hoe jullie dealen met al deze madness in de wereld. Ik denk dat echt, ik weet zeker dat er nog heel veel dingen gaan komen hoor. We zitten pas in juni. En er is al zoveel gebeurd de afgelopen tijd dat ik er echt niet meer van sta te kijken. Als er weer van alles gaat gebeuren het komende jaar. Een volgende vraag is, wie is je favoriete artiest? Mijne is Ariana Grande. Ik luister eigenlijk heel vaak afspeellijsten en zo. Dus ik ben niet altijd van één specifiek artiest. Maar ik merk dat ik de laatste tijd Dua Lipa wel echt heel leuk vind. Eigenlijk al haar nummers vind ik echt heel relaxed om te luisteren. Van de wat meer hitjes, zeg maar. Voor de rest, zoals ik al zei, ik luister wat afspeellijsten zo. Ik heb 2 afspeellijsten zelf gemaakt.
Misschien vind je het leuk om te checken. Ik zet ze in de beschrijving. De eerste die heet Balkonsessie. En dat is een afspeellijst met allemaal een beetje saxofoon, disco-achtige muziek. Vind ik gewoon heel erg gezellig. En hij heet Balkonsessie omdat ik hem heel vaak luister op mijn balkon. Ik vind het gewoon lekker zomers en gezellig. En dan heb ik ook nog een andere lijst en die heb ik Prikkeldraad genoemd. Omdat het een hele prikkelende lijst is met allemaal ja, leuke, beetje techno-achtige nummertjes. Dus als je dat leuk vindt, kan je die ook even checken. Oh, dan heb ik ook best wel vaak de vraag eigenlijk gehad over sport. Het is natuurlijk gewoon een beetje beperkt. Wat moet ik zeggen? Alles zit dicht. Dus ik heb me gewoon beperkt tot home workouts. Op het begin ging ik wat beter met de conditiedingen. En ik merk dat de laatste tijd dat mijn energie daar niet meer voor is. Dat het me niet echt goed lukt. Dus ik focus me nu vooral heel veel op yoga. Wat ik vanmiddag ga doen is ik ga suppen met Laris. Dat is in principe ook sport. Het is maar niet een fanatiek je het gaat doen. En het is gewoon super chill om te doen. Dus daar heb ik al heel erg zin in. En dan een favoriete sportkledingmerken. Ja, ik heb twee favoriete merken. En de eerste is Gymshark. En Nike vind ik gewoon heel erg fijn. Nike heeft hele mooie, zachte, hoge leggings. Nu heb ik laatst trouwens ook nog een setje kleding opgestuurd gekregen van Bjorn Borg. Omdat ze dat leuk vonden. Want ze hadden gezien dat ik met OneFit sport. En ze zijn partners van elkaar. Nu heb ik per ongeluk de verkeerde maat gevraagd van de broek, maar ik kan wel eventjes de top laten zien. Dit kwam laatst helemaal nieuw binnen. Ik had echt niet verwacht dat ik twee setjes zou krijgen, dus ik vond het ontzettend gul. Dus ik laat het nu eventjes zien, maar de broeken die pas ik dus niet. Ik dacht dat ik een maat S wel ging passen, maar die naadjes die zijn toch wat strakker en dat lukt allemaal niet. Dus ik heb hier een 3/4 broek. Dan heb ik hier een hele mooie legging met zo dit merkje aan de zijkant. En deze die hoort bij deze top. En dit is dus een sport BH, maar het is eigenlijk ook gewoon meteen een crop top. En hij is super zacht. Daar ben ik helemaal fan van. Ik vind hem heel cool. Een lange mouwen shirt, wat ik eigenlijk wel heel chill vind. En deze. Deze top, die hoort dan bij die andere set. Dus super lief. Dat kreeg ik laatst gewoon ineens opgestuurd. Daar ben ik gewoon heel erg dankbaar om. Ik ga nog wel even kijken of ik de leggings kan ruilen. Maar ja, super nice. Nu is mij ook gevraagd of ik nog huisdieren zou willen. En het antwoord is ja. Dus ja, dat zou ik echt willen. Tenminste, een kat. Ik zou heel graag een kat willen. Ik weet niet zeker of ik het in deze woning wil hebben. Ik ben op zoek met mijn vriend naar een koopwoning. En ik hoop echt iets moois te vinden. Maar het is natuurlijk niet echt de meest makkelijke markt. Als we dan daar een tuin zouden hebben, dan zou ik het wel heel fijn vinden om dan een katje te nemen. Maar ik weet gewoon niet zeker of het op dit moment het goede moment is. Ergens wel hoor. Als mijn vriend ineens thuis komt met een kat, dan zou ik echt super blij zijn. Het is nog een beetje dat ik denk, heb je nog een nieuwe tattoo op het oog? En waar zou je deze dan plaatsen? Ik heb best wel wat ideeën eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Maar omdat ik dus heel graag een huis zou willen kopen, vind ik het belangrijker om dan dat geld te sparen en dan te stoppen in een huis. Dan om weer een nieuwe tattoo te nemen. Maar ik zou heel graag hierboven nog wat bij willen. Ik heb geen ideeën voor kleine dingetjes. Dus ja, eventjes prioriteiten stellen. Ik ben trouwens helemaal nog niet naar de kapper geweest hè, dit jaar. Moet je kijken hoe lang mijn haar is. Het is al tot hier. Ik kan op zich wel een kappersbeurtje gebruiken, maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer eventjes een beetje bijgekletst te hebben op deze manier. Laat ik zeker wat van je horen in de reacties. Want ik vind het altijd leuk om jullie reacties te lezen. Ik heb het idee, of ja, ik weet het niet, dat de vibe anders is. Misschien dat ik iets anders uitstraal, waardoor ik wat andere dingen aantrek. Maar ik heb zoveel lieve reacties al gehad de afgelopen tijd in mijn Instagram DM. Dus als je nu kijkt, je hebt een berichtje gestuurd ooit. Dankjewel, vind ik echt super lief. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Geef hem eventueel een duimpje omhoog. En abonneer je op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik je terug in de volgende video. Doei!